Hartelijk welkom bij het Anne van Rijn College. Leuk dat je er bent. Leuk dat u er bent. Mijn naam is Geert Popma, ik ben directeur-bestuurder van het Anne van Rijn College. En ik vertel u graag wat er anders wordt op het Anne van Rijn College in 2013 en de jaren daarna. Dat doe ik in twee filmpjes. En dit is de eerste. Hier hoort u waarom dingen anders worden op het Anne van Rijn College en hoe. In het tweede filmpje ga ik in op Anna Lyceum, Anna tweetalig MAVO, tweetalig VMBO en wat er blijft op het Anna. Het afgelopen jaar hebben wij uitgebreid gesproken met onze leerlingen, met hun ouders en met medewerkers. Op basis van deze gesprekken hebben wij onze visie herzien. Onze visie is, wij willen het verschil maken tussen leerlingen. Met als doel het verschil te maken voor de leerling. We hebben drie uitgangspunten. Alle leerlingen hebben talent en ze willen leren. Op sommige scholen krijg je het gevoel alsof leerlingen gedwongen worden moeten te leren, omdat ze dom gevonden worden of lui. En bij ons niet. De leerlingen hebben talent en willen leren. Leerlingen verschillen onderling en willen gezien worden. We hebben gesproken met leerlingen over het woord respect. En dat draait hierom voor ze. Ze willen als individu erkend worden en hun eigen talenten erkend zien. En niet behandeld worden als een soort trechter waar je kennis in duwt. En tenslotte, leerlingen willen voorbereid zijn op de 21ste eeuw. Zij zijn opgegroeid in een wereld met computers, met ICT, met sociale media. Dat is hun eerste taal. Voor mensen van mijn leeftijd is het een tweede taal die ik heb moeten leren. En zij willen die eerste taal graag gebruiken op school bij het leren. En wij vinden dat ze die eerste taal ook nog beter moeten leren spreken, omdat ze hem later nodig hebben bij studie en werk. Drie belangrijke uitgangspunten in onze visie. En als je die hanteert, dan gaat er een hele wereld voor je open. Allereerst, leerlingen verschillen dus van elkaar en dat betekent dat je leerlingen van het VMBO een andere mate van structuur en een andere schaal moet aanbieden dan bijvoorbeeld leerlingen op HAVO, VWO of leerlingen van een MAVO. En dat passen wij dus ook toe. Vandaar dat we volgend jaar 4 scholen hebben en vanaf 2014 een 5e willen starten. Het Anna Lyceum, dat is voor HAVO en ateneumleerlingen. Voor tweetalig HAVO, tweetalig ateneum en tweetalig gymnasium. Het Anna Lyceum is aan Albatros 1. We hebben ook Anna tweetalig MAVO als een school binnen de school op Harmonielaan 1. En Anna tweetalig VMBO, ook op Harmonielaan 1, weer een aparte plek in de school. Tweetalig VMBO, dat is een uniek aanbod in onze regio. En natuurlijk hebben we en houden we Anna de Linie. Onze locatie voor leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben, in een nog kleinschaliger setting. En wij begeleiden ze naar de derde klas van het VMBO. In 2014 willen we starten met Anna MAVO in een apart gebouw. Leerlingen verschillen dus. En we maken het onderscheid, ook op een andere manier, ook in de les. En dat doen we om twee redenen. Omdat we denken als je het verschil maakt tussen leerlingen, dat ze dan beter leren. En bovendien moeten zij ook zelf weten hoe ze gaan leren. Dus ze moeten autonome leerders worden. Ik leg het uit met een kleine metafoor. Wij proberen ze heel veel kennis bij te brengen, onze leerlingen. Dat is net als een dikke ijslaag die je aanlegt. Maar wij willen ze ook leren om verder te leren. Schaatsen op dat ijs. Om inventief te zijn, creatief te zijn, om samen te werken. En dat zijn dingen die ze later in hun beroep heel erg nodig zullen hebben. We gaan erbij uit van 5 verschillende leervoorkeuren. Stel u zich voor, u koopt een nieuw apparaat, een behoorlijk ingewikkeld apparaat. Hoe gaat u nou leren om met dat apparaat om te gaan? Er zijn minstens 5 manieren om dat te doen. U kunt het apparaat uitpakken, de gebruiksaanwijzing erbij halen en hem van kaft tot kaft doornemen. Dan bent u een kennisverwerver.
kan ook zijn dat u dat combineert met oefenen. Dan zet u het apparaat voorzichtig aan en doet u ook alvast wat oefeningetjes, terwijl u de gebruiksaanwijzing uitgebreid doorneemt. Misschien bent u meer van het type van participeren. Veel jongeren zijn dat. En dat betekent dat ze samen met iemand anders willen leren. Er zijn ook mensen, zoals ik bijvoorbeeld, die zijn meer van het ontdekken. Misschien dat ze eventjes in de gebruiksaanwijzing kijken, maar dan gaat al snel het apparaat aan en proberen ze het zelf uit te vinden. En er zijn mensen die halen een expert erbij en die doet het ze voor. Die kijken dus de kunst af. 5 goede leerstijlen, 5 goede leervoorkeuren. En wij proberen daar in ons onderwijs beter bij aan te sluiten. Normaal op Nederlandse scholen zul je die eerste 2 vooral vinden. En als je alle 5 gebruikt, dan haal je dus betere resultaten. Vooral ook als je leerlingen leert herkennen wat hun stijl is, wat hun voorkeur is. En misschien hun arsenaal wat uit laten breiden. Dit was het eerste filmpje over wat er anders gaat worden op het Anna van Rijn College. Dank u wel voor het kijken. En kijkt u vooral ook naar het tweede, waarin ik u ga vertellen over Anna Lyceum, Anna Tweetalig MAVO en Tweetalig VMBO, Anna de Linie en Anna MAVO.